is even geleden, maar het is wel weer tijd voor een unboxing. We behandelden de Rockhat 120 Aimo. Dit is een nieuw keyboard van Rockhat, van onze Duitse vrienden, onze oosterburen. En het is een volledig eigen mechanisch toetsenbord. Dus in tegenstelling tot, weet je wel, altijd gaan voor de welgebeëerde Cherry MX switches, hebben we het dus hier over Rockhat's eigen Titan switch. En het hele ding, RGB, mooie aluminium behuizing, 160 euro. Maar dan denk je natuurlijk, nou 160 euro is een prima prijs. Hoe komt die er dan uit? Niet, want ik ben vergeten een schaar te pakken en ik zag de stickers niet. Dus... scissoring! It's not a thing, man. Oh, shit. Ik dacht dat dat een ding was. Goddammit, ik ben zo out of tune met de jeugd vandaag. Hoe dan ook. Rockhat Vulcan 120 Aimo. Volgens mij, ik denk dat het zo moet en dan kunnen we hem... zo openen. Dat is heel anticlimactisch. Ja, dit was een beetje anticlimactisch. Ik dacht al, er zit dus ook een polsteun bij, maar de doos is best wel klein. Het is niet zo groot als het toetsenbord zelf, maar laten we dan voor de grap het er niet zo uit... Nou, oké, het is stevig verpakt. Het is niet heel theatraal. De polsteun valt er ook zo uit. Maar het voldoet, weet je wel. Je krijgt het toetsenbord mooi stevig mee. Ik ga maar even uitproberen te janken. Even kijken hoe we het gaan doen met de kabel. Ook mooi weggestopt. Ik bedoel, hoe ze het vervoeren? Het is precies zoals je verwacht van de Duitsers. Degelijk, maar niet al te veel poespas. En ik vind het sowieso wel leuk om te weten wat mensen denken van, zeg maar, Rockhat's. Wat mensen denken van Rockhat's designkeuzes. Want ze zijn nog wel eens een beetje extra geweest. Dus dat je echt het idee hebt van, oké, deze jongens willen echt iets maken wat ook oogt als zijnde voor de gamer. Ze zijn er een paar keer een beetje op teruggekomen. Soms zijn ze iets subtieler, maar soms zijn ze dus wel heel erg out there met hun gaming design. Maar oprecht, ik moet zeggen, ik vind dit stoer, maar ook gewoon praktisch. Weet je wel, je hebt toch wel een mooie aluminium behuizing die niet heel dik is. Het is op zich, er zit weinig bend op het... op het toetsenbord. Het is stevig, maar het is niet overdreven. Weet je, er staan geen draken op. Het is niet zwart met rood. Er is overigens ook wel een zwarte variant. Maar het is gewoon zwart of een simpele kleur met wat RGB. En ik neem aan dat dit klikt. Nee, het is magnetisch. Er zit hier een kleine... Ah, ze merrie, jongen, dat wil je niet weten. Zet hem zo neer, kan ik even kijken. Yep, er zitten pootjes op. Best wel stevige, brede pootjes. Maar je ziet ook wel dat hij wel relatief dun is, het hele toetsenbord. Dat valt toch wel op. Ik had eigenlijk verwacht dat het iets robuuster zou zijn, omdat Rockhat best wel lompe producten maakt. Maar dit is stevig, maar niet overdreven. En dan, wabam, dit klikt er... Dit is een klein beetje magnetisch, niet heel erg. Maar op zich is dit mooi gedaan. Oh, hier ook mooi even het Rockhat logo. Zo, chic. Dit zijn dus de Titan switches. Dus in tegenstelling tot heel veel andere partijen gaan ze niet met Gaderon of met Cherry in zee. Rockhat had zoiets van, Cherry, we zijn er klaar mee. Jullie zijn hele fijne Duitse vrienden van ons. Maar we gaan nu gewoon proberen onze eigen switch te maken. Dus, dat is toch van Forum voor Democratie? Ja, Cherry, MX, Baudet. Hoe dan ook, je ziet hem hier. Dit is hun switch. De Vulcan. Hij heeft een box design, zoals je kan zien. Dus er zit een klein beetje een soort van protectie omheen om het kruisje. Overigens, mocht je denken, ik kan hier andere keycaps opzetten. Nee, het is een kruisje zoals je zou denken, zoals met Cherry MX. Het schijnt zo te zijn dat niet elke switcher op, of niet elke schakelaar hierop past. Dus het voelt lekker. En je krijgt deze soort van platte keycaps erbij. Ze zijn echt enorm skinny, zou je kunnen zeggen. De vraag is, kun je het vervangen met iets anders? Nou, waarschijnlijk wordt dat lastig, want Rockhat verzekert het in ieder geval niet. Hoe dan ook, hij heeft dus wel Aimo control. Dat is een beetje, noem het Razer Chroma van Rockhat. Weet je, hun overkoepelende RGB aansturing. Aimo kun je dan slim instellen dat de verlichting leert van hoe je werkt. Of je zet er gewoon een regenboog op omdat je dat wil. Dat kan natuurlijk ook. Nee, dat werkt dan ook met synchroniserende elementen. Met ook je headset als het een Aimo model is van Rockhat. Of je muis als dat een Aimo model is van Rockhat. We zien hem hier al in een profiel. Ik ga even kijken of ik een mogelijkheid heb om met het toetsenbord zelf daar al van te verwisselen. Ja, zo te zien wel. 4 onboard profielen die je hier ziet. Er zit sowieso onboard memory op. Dus je stelt het samen, zeg maar, met Rockhat Swarm, Rockhat's eigen drivers. En vervolgens kun je al die profielen, dus ook je lichteffecten, laden op een van die 4 onboard profielen. Dat waar je het toetsenbord ook mee naartoe neemt. Je prikt hem ergens in en hij werkt meteen zoals je wil dat hij werkt. Ik vind het er chic uitzien. Ik zou eigenlijk wat meer, zeg maar, RGB effecten willen zien. Dat zou ik dan misschien zo even in moeten stellen. Maar het is in ieder geval al mooi om te zien dat hij presenteert zichzelf goed. Er zit sterke verlichting op. Ik bedoel, de design van de switch is ook helemaal transparant, dus het geeft best wel veel licht door. En aan deze kant zul je ook echt heel goed kunnen zien dat er best wel wat licht vanaf komt. Op zich, mooi geregeld. Naar mijn idee is het chic spul. Ik bedoel, ik ben heel erg benieuwd hoe het uiteindelijk
getypt en hoe het uiteindelijk werkt. Maar het voelt in ieder geval heel erg mooi. En ze zijn sterker nog ook nog eens een keer inbegrepen met wat mediacontroles. Al is het niet heel veel, maar je kunt in ieder geval wel met een speciale popmeter kun je dus zeggen van, oh, ik wil het volume bedienen. Of ik wil mijn effecten bedienen. Die ik nou volgens mij bijvoorbeeld zachter kan draaien. Op zich is dat goed geregeld. Er is wel een mute knop, maar geen pauze en play en dat soort dingen dus. Maar het zijn leuke controls. Het ziet er uniek uit. Ik vind het aluminium design best wel chic. Hij is gamerachtig, maar niet overdreven daarin. Naar mijn idee is dat heel mooi. En voor €160 krijg je dan aardig wat toetsenbord. Of het lekker typt en of het goed meegaat en of het lang meegaat. Ook over de duur, weet je wel. Ik bedoel, hoe zwaar is het voor je vingers en zo. Dat gaan we allemaal ontdekken in de review natuurlijk. Maar dit was in ieder geval de unboxing. Laat me vooral weten wat je vindt van de Vulcan. Vind je hem mooi? Vind je hem niet mooi? Ben je er benieuwd naar? Laat het ons weten. En hetzelfde nog als je vragen hebt van, hey, is het geschikt voor dit en dat? Stel die vraag aan ons, dan kunnen we in de review op Gamersnet gaan ontdekken of het waar is of niet. Binnenkort meer van de Rockat Vulcan, maar dat was in ieder geval voor de unboxing. Ik hoop dat je genoten hebt. Tot snel op Gamersnet.nl.